Hallo mensen en welkom bij deze Citadel vlog van New Energix, een Nederlandstalige clan met een website genaamd rsne.nl. Een clan die al 4 jaar bestaat. Met een Citadel nu ook. En met video's. Maar laten we weer serieus doen. Tier 3 Citadel komt dichter en dichter. We hebben nog 10.000 woodcutting nodig. En 5.800 stone. En 15 mensen moeten deze week de Citadel bezoeken. Maar ik denk dat het geen probleem gaat zijn. Want vandaag alleen al waren er 8 mensen bezocht. En dit is de eerste dag in onze week. Dus het zou geen probleem mogen zijn. Ook vorige week zijn er een heleboel mensen gekomen. Er was dit weekend eigenlijk een leuk evenement die ik georganiseerd heb. Een tweede Minecraft evenement. Het eerste evenement wel, was echt succesvol. Daarom deed ik een tweede. Het was wel heel leuk, de tweede editie. Maar, wel, er was niet zoveel opkomst, maar wat dan nog. Het was leuk en daar draait het uiteindelijk ook om. Zoals rond mij, yeah! Oké. En we hebben de avatar een beetje geredesigned. Zoals je ziet. En er is iemand de clanchat binnengekomen. En de game natuurlijk. Dan hebben we nog nieuws. Om de tier 3 te vieren, wordt er op 1 september een dropparty gehouden voor iedereen die of deze week tot het maximum hakt, dus 12.000. Of mensen met clan fealty level 3, dus 3 weken achter elkaar. De clan Citadel bezoeken. Iedereen mag geven. Het is georganiseerd door C6X. Maar er zijn vele andere mensen die stuff droppen, waaronder ik drop 500 lobsters, gekookte lobsters. Omdat ik ook ingedraind heb en ik heb er gewoon simpelweg veel te veel. En wel, ik vond droppen gewoon iets nicer dan gewoon droogweg verkopen. Aangezien dat ze toch niet zo enorm veel waard zijn, vond ik het leuker om ze te droppen. Voor iemand anders zijn ze wellicht nuttiger als voor mij. En er wordt ook een soort loterij georganiseerd voor harde werkers in de Citadel. Daarvoor moet je minimaal 60% woodcutting hakken. En natuurlijk capped zijn. En als je de volle 100%, dus de volle 1200 logs, bij woodcutting gedaan hebt en niet bij mining, dan krijg je... Wauw, weer orts. Dan krijg je wel wat geld. Ik weet niet precies meer hoeveel, maar whatever. Dat is gedaan omdat de meeste mensen blijkbaar liever mining doen. Bij mij is het juist omgekeerd, maar daar draait het nu niet even niet om. Het was als motivatie om voor de mensen om woodcutting te doen. Ook omdat we woodcutting... Wauw. Op die manier hebben we snel weer 300 voor volgende week. Verdorie, ik ben een train of thought kwijt. Ach wat. Ik hoop dat jullie de video gisteren of vandaag genoten hebben. Mijn 1 uur vlog. Het was ongeveer 5,8 gigabyte groot om te uploaden. En het heeft lang geduurd om te renderen. Lang. Relatief lang. Dus ik hoop dat je ervan genoten hebt, want het was natuurlijk een iets langduriger werkje dan normaal gezien. Maar het was leuk om op te nemen en ik hoop ook dat jullie het leuk vinden om te bekijken. Ik verwacht niet dat iedere subscriber van mij de volledige video bekijkt, maar ik hoop toch dat een aantal mensen het bekijken, zodanig dat ik het niet allemaal voor niks gedaan heb. En ja, dat zal de Citadel vlog ongeveer concluderen, als ik juist geteld heb. En als mijn geheugen goed is, is het Citadel vlog 7 van New Energix. Wees zeker om de website te bezoeken, rsne.nl,
Of om de beta-website te proberen, beta.rsne.nl. En voel vrij om onze clanchat te joinen. Goodbye all.